Schorsing van de opzegtermijn. Hoe gaan we dit nu concreet gaan berekenen? Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, dan dient deze werknemer een opzegtermijn te presteren. Wel, deze opzegtermijn kan worden geschorst en verlengd door wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst. Denk maar aan een opzegtermijn te presteren van bijvoorbeeld zes weken. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld twee dagen ziek wordt... Tijdens deze opzegtermijn, dan zal de initiële uitdienstdatum met die twee dagen ziekte verlengd worden. Welke afwezigheden schorsen nu de opzegtermijn? Wel, er bestaat een limitatieve lijst, waarin bijvoorbeeld ook jaarlijkse vakantie is opgenomen. Het moet wel duidelijk zijn dat jaarlijkse vakantie ruim geïnterpreteerd wordt. We denken hierbij niet alleen aan de wettelijke vakantie, de 20 dagen wettelijke vakantie, maar ook bijvoorbeeld aan jeugd- of seniorvakantie, Europese of aanvullende vakantie. Daarbij komen ook alle vakantiedagen die het ultieme doel hebben om de wettelijke vakantiedagen te verruimen, of je dit nu op individueel niveau, ondernemingsniveau of sectoraal niveau opneemt. Verdere afwezigheden die de opzegtermijn schorsen zijn bijvoorbeeld bevallingsrust. Maar ook profilactisch verlof, de moederschapsbescherming, voorloopgehechtenis, zoals ook daarnet reeds vermeld ziekte, arbeidsongeval, maar ook inhouders voor overuren. Daarnaast kennen we ook volledig tijdskrediet en volledig themaverlof, bijvoorbeeld een voltijds ouderschapsverlof of een voltijds medische bijstand, ook deze schorsende opzeg. Als laatste hebben we ook de werkloosheid. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen, slecht weer en collectieve sluiting, deze afwezigheden schorsen ook de opzeg. Maar sinds kort kennen we nu ook de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Wel laat het duidelijk zijn dat deze ook de opzeg schorsen. Welke afwezigheden schorsen de opzeg dan niet? Wel, dit betreft een niet-limitatieve lijst. Het is dus een lijst die, waar bijvoorbeeld wettige afwezigheid is opgenomen, klein verlet, sollicitatieverlof, maar de, de lijst hier die eindigt niet. Wanneer we nu moeten gaan kijken hoe we die opzegtermijn, als er een schorsing is, moeten gaan tellen, dan bestaat er een definitie. En de definitie die luidt als volgt. De schorsingsdagen worden berekend vanaf de effectieve begin- tot einddatum Waarbij niet alleen de werkdagen, maar ook de gewone inactiviteitsdagen van dezelfde aard, zondagen en feestdagen die ingesloten liggen tussen twee identieke schorsingsperiodes worden meegeteld. Laten we illustreren even met een voorbeeld. Stel uw werknemer, die is in zijn opzegtermijn. Stel u voor, op donderdag komt hij werken, de vrijdag neemt hij verlof, zaterdag en zondag zijn inactiviteitsdagen moet hij normaal niet werken, en de maandag neemt hij terug verlof. De dinsdag komt uw werknemer terug werken. Wel, hier zien we twee afwezigheden die de opzegtermijn opschorten, namelijk verlof. Toch tellen we hier in totaal in deze week vier schorsingsdagen. Waarom? Wel, als we kijken naar de definitie, de zaterdag en de zondag, gewone inactiviteitsdagen, die liggen ingesloten tussen twee identieke schorsingsperiodes. Namelijk de vrijdagverlof en de maandagverlof, waardoor we vier schorsingsdagen tellen. Een tweede voorbeeld. Wanneer iemand in zijn opzegtermijn zit en hij werkt op donderdag. Vrijdag neemt uw werknemer verlof. Zaterdag en zondag zijn inactiviteitsdagen. En de maandag is hij ziek, wel dan gaan we hier ook twee schorsingsafwezigheden hebben, namelijk verlof en ziekte. Maar hier, als we kijken naar de definitie, zijn de inactiviteitsdagen, namelijk het weekend, zaterdag en zondag, niet ingesloten tussen twee identieke schorsingsperiodes. Want vrijdag is het karakter verlof en maandag is het karakter ziekte, waardoor we geen twee identieke schorsingsperiodes hebben. Bij gevolg tellen we hier in dit voorbeeld slechts twee schorsingsdagen, waardoor de initiële uitdienstdatum met twee dagen wordt verlengd. Wanneer we ook kijken naar bijvoorbeeld een voorbeeld op maandag werken, dinsdag werken, woensdag verlof, donderdag verlof en de vrijdag stond een feestdag gepland, zaterdag en zondag inactiviteitsdagen en de maandag terug verlof. We zien hier drie afwezigheden die de opzeg schorsen, namelijk drie maal verlof. Ook hier is het weekend ingesloten, namelijk op Donderdag is er verlof, op maandag is er verlof. Maar als we kijken naar de definitie, dan moeten ook de gewone inactiviteitsdagen van dezelfde aard zijn. En een feestdag en een weekend die zijn niet van dezelfde aard, waardoor we in dit voorbeeld slechts drie dagen schorsing kennen, waardoor de initiële uitdienstdatum met drie dagen wordt verlengd. Dit is een van de basisprincipes die we hier nu toelichten, maar er bestaan er natuurlijk ook wel meerdere. Wil u onze opleiding volgen? En de opleiding noemt schorsing van de opzegtermijn correct berekenen. Ga dan eens een kijkje nemen naar onze website slash opleidingen Of u kan ons natuurlijk altijd ook een mailtje sturen via learning.acerta.be